aan tafel, het interviewprogramma van Meer Zoetermeer. We zijn in Pasta Company Dorpstraat, Zoetermeer. We hebben aan tafel Marcel Kras van Vacasa. Ja Marcel, leuk dat je hier bent. Ik ben heel kort even op jouw website geweest, Vacasa. Ik moet zeggen, ik was heel erg verrast, maar wellicht kun je zelf even uitleggen wat Vacasa precies is. Eigenlijk moet je vragen waar het over gaat. Ik denk dat de Vacasa website gaat over toegankelijkheid. De toegankelijkheid naar die hoogliggende punten voor mensen als kunst en culinaire gelegenheden. Mensen waar mensen een beetje angst voor hebben. Dat probeer ik toegankelijk te maken. Voor kunst en culinaire? Ja, angst voor kunstenaars. Mensen hebben angst om met kunstenaars te praten. En kunstenaars hebben angst om met mensen te praten. En dat is een fenomeen, vind ik. Oké, maar verklaar eens de titel Culinary and Creative Escapes. Want ik heb het idee, als ik op je website kijk in eerste instantie, dat heel erg culinair georiënteerd is. Nou, als je wat we proberen te bereiken met de website, is dat als je daarop komt, dat je denkt van Jezus, dit is een wereld waar ik geen benul van had. En dan stap je die website in en dan stap je naar onbekende regio's zoals de Limousine in Frankrijk of waar dan ook eigenlijk. En dan kom je mensen tegen die een giet hebben staan en daar een schildercursus geven of wat wijntours verzorgen. Ontzettend inspirerend. Ja. En even, wat is jouw link met Zoetermeer? Je woont in Zoetermeer? Mijn link met Zoetermeer ligt eigenlijk bij Nutritia. Ik woon in Delft en ik fietste elke dag naar Zoetermeer. En ik dacht van, ik ga gewoon in Zoetermeer wonen met mijn vrouw. En we kopen daar een huis bij het Noord-A heb ik gewoond. Kopen daar een huisje en Zoetermeer leek toen nog een mooie stad. En we woonden aan de rand tegen Hoezo Rijland. Leek toen nog een mooie stad? Toen we er eenmaal woonden en het stadshart ingingen, toen ik ben de oude binnenstad van Delft gewend. En de cultuur. Kom hier van een beetje koude kermis. En dan loop je door het stadshart en dan krijg je dat gevoel gewoon niet. Terwijl als je hier door de oude Dorpstraat heen loopt. Dat heeft dan wel iets van wat je dan mist. Dus de Dorpstraat is mijn straatje geworden. Okay. Dat komt mooi uit. We zitten hier niet voor niks in Pasta Company. We zagen op jouw site, de Vacasa site, oneindig aanbod van dingen die je kan gaan doen. Ja. Hoe weet jij nou dat al die aanbiedingen die erop staan, of aanbiedingen, dingen die je kan gaan doen, dat het ook leuke dingen zijn? Nou, om eerlijk te zijn, we zijn 4 jaar bezig met een soort inventarisatie te maken van wat er in Europa te koop is aan workshops, creatieve workshops en culinaire workshops. En we hebben eigenlijk al die mensen gebeld. Dus de meeste ken ik. Die ken je persoonlijk? Persoonlijk wil ik niet zeggen, maar de meeste, daar heb ik contact mee gehad. En dat zijn toch meer dan 1000 mensen, als ik er nu weer stilsta inderdaad. En die mensen bestaan en die geven ook echt die cursussen. En die wonen ook echt op de plekken waar ze zeggen dat ze wonen. Ja. Het is echt, wij zaten echt te kijken van, oké, dat is. Ja. Er zijn wel heel veel dingen om te doen. Ja, wat me wel gelijk opviel is, allemaal fantastische dingen. Hè? Dus als je van koken houdt en kookworkshops, dan kan je helemaal uitleven. Ja. Alleen prijzen staan niet op de website. Ik denk, dat zal dan wel omdat je dan gelijk afhaakt. De strategie van de website is dat, ik ben zelf een kunstenaar en ik weet hoe moeilijk het is om je kunst te verkopen. En de enige manier om dat te doen is contact te maken met de mensen die je kunst misschien wel mooi vinden. En dan zie je koken in dat geval ook als kunst. En dan zie je koken, chefs, dat is een kunstenaar. En wijnmaker is een kunstenaar. En een schilder of een beeldhouwer. Ja, want je hebt een enorme. Ik zag je met een trolley aankomen lopen. Dat is niet te tillen, dat ding. Ja, nou, daarvoor hebben we dat magazine ook gemaakt. We hebben, omdat ik zoveel contact heb opgelopen in die paar jaar. Leek het me leuk om eens wat te schrijven over die mensen die dat soort cursussen organiseren door heel Europa. Hè. Dat zijn Britten, Nederlanders, België. En die mensen komen met fantastische verhalen. Ik weet niet of jullie wel eens kijken naar Ik Vertrek. Ja. Nou ja, daar word je toch, dat inspireert, dat is infecterend is dat. Nou, je krijgt zelf bijna zin om te emigreren. Je krijgt bijna zin om te emigreren. En doe je nou zo'n cursus bij een van die gasten, die gewoon hun geheimen met je delen, of in de keuken of op hun atelier. En je gaat naar huis, dan denk je, of ik ga een château kopen, dat ga ik morgen doen.
of ik ga een ezel kopen. En dan ga ik wel schilderen. We vertrekken dan wel uit Zoetermeer. Ja. Ja. Oh, ja. We gaan de geweldige skyline van Zoetermeer schilderen de hele dag. Ja, op een ezel. Ja. Ja. Je vertelde net over het ik vertrek en het emigreren. Je liet net je ontvallen dat je zelf al na had gedacht over emigreren. Nou, gaan we Zoetermeer wel uit, maar vertel er even kort over. Nee, nou, we hadden het over moskees en toen draaiden we het om. Als je nou naar het buitenland gaat, omdat je met je partner mee moet en je zit daar, wat ga je dan doen? Nou, dan ga je je eigen mensen opzoeken. In mijn geval was dat een hockeyveld en niet een atelier. Dus ja, wat ga je doen? Weet ik het. Ik zou het liefste, maar weet je, als je over je dromen gaat, eigenlijk moet dat een geheimtje zijn. Okay. Ik heb een geheim. En ik heb een ambitie en dat hou ik nog eventjes voor me. Maar dat ligt wel op het gebied van een warm land met veel zon en hard werken. Even Vakasa, want ik vind het een hele mooie site. Het is ook gelijk duidelijk wat je daar kan doen. Vakasa zit ook in Zoetermeer. Ja. Heb je nou heel veel klanten uit de regio? Of is het gewoon, want ik zag ook een Braziliaans vlaggetje staan en een Engels vlaggetje. Dus ik heb niet dat het heel erg regio gebonden is. Ik heb niet zoveel klanten in Zoetermeer, maar ik heb wel een bedrijf dat websites maakt. En dus daar heb ik wel klanten. Maar ik heb geen klanten die in de buurt. Misschien dat dit bedrijf hier kookcursussen veroorzaakt. Dan zet ik ze direct op de website. Maar wat we ook doen is, we werken met regionale contacten. We hebben in Delft toevallig iemand zitten. En ik hoop straks ook hier in Zoetermeer. Die het leuk vinden om door zo'n regio heen te fietsen en wat te vertellen over de cultuur. Die stappen dan het weiland in, trekken een paar wortels uit het veld. En die vertellen dat als je daar bij die koe wat melk trekt, dat je er ook een verschrikkelijk mooie kaas van kan maken. Ja, het geertje zit hier ook. Nou, dat sowieso, maar in dat opzicht is Zoetermeer natuurlijk wel een heel bekend gebied vanuit de boterindustrie vroeger. Misschien als Delftenaar weet je dat niet, maar... Nee, dat weet ik wel. Ik heb zelf bij Nutricia gewerkt. Nee, maar er zit hier een kaasboerderij, het Geertje. En die maken op ambachtelijke wijze maken ze kaas. Nou, dat past precies in het concept van Vakasa. Als hier een Amerikaan komt en je neemt hem mee naar hier Zoetermeer. Kaasboerderij, het Geertje. En dan kijkt hij zijn ogen uit dat daar gewoon een boer staat. Op kleine schaal melk staat verpompen in vaten en daar kaas van maakt op een... misschien niet al te hygiënische manier. Dat is toch het mooiste wat er is. Er komt fantastische kaas komt er vandaan. Ja. Ja. Hey, als ik nou vraag, wat doe je nou buiten je werk allemaal nog meer in Zoetermeer? Ik hoorde je over de hockey praten. Ja. Nou, ik heb kleine kinderen. En als je kleine kinderen hebt, dan begin je een ander leven. En die zijn, ik heb vroeger altijd gehockeyd. En ik ben hier bij de hockeyclub terechtgekomen. En mijn zoontjes zijn daar gaan hockeyen. En toen ze erachter kwamen dat ik hoog had gespeeld, werd ik gelijk gevraagd van, nou, misschien kun je ook wel eens wat trainingen verzinnen in plaats van dat je hier aan het veld loopt te schreeuwen en niemand doet het goed. Dus ik ben daar trainingen gaan geven. En ik ben ook een team gaan training geven waar ik helemaal geen banden mee had, een meisjesteam. En dat vind ik fantastisch. Er zitten wat talentjes in dat team. En ik ben iemand die gaat... Als ik mezelf een doel heb gesteld, dan ga ik net zo lang door tot ik dat doel heb bereikt. Verkazen doe ik dat, met Webwizard doe ik dat en met het meisjesteam doe ik dat ook. En die breng ik echt tot de rand van hun kunde. Althans, Vinden die meisjes dat ook leuk trouwens? Nou, die meisjes vinden dat wel leuk, omdat het heeft twee kanten. Als je dan aan het eind van het seizoen wat leuks met ze doet, dan denken ze van eigenlijk is het best een leuke vent. Ja. Weet je wel? Het hele seizoen denken ze, jezus, wat... En als jouw klanten terugkomen, wat is over het algemeen het contact? Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind een van de mooiste reisboeken, dat is Lonely Planet. Als je de wereld overtrekt, dan pak je de Lonely Planet beet om te kijken waar je nou zoal leuke dingen kunt doen of lekker kunt eten. Is dat een ambitie om iets dergelijks? Die werken ook met regio's waar mensen informatie verzamelen. Nee, mij gaat het echt om het toegankelijk maken van dingen waarvan mensen denken dat is totaal niet bereikbaar voor mij. Dat moet ik niet doen, dat is buiten mijn league. En dit is zo toegankelijk. En het zijn allemaal mensen die laag bij de grond staan. Die je dingen vertellen over hoe ze de kunst maken. Dit dametje bijvoorbeeld hier. Ik weet niet of ik dat mag noemen. Maar daar had ik een interview mee. Het is een kunstenaar in dat blad. En die vertelde dat als ze door de skyline van New York ziet. In haar hoofd. Dan weet ze dat ze hem kan maken in papier. Dus dan legt ze een driedimensionaal beeld. Legt ze op een
op een vlak van een meter bij een meter, stuk papier, eendimensionaal. Dan begint ze met snijden. En als ze dan klaar is met snijden, trekt ze het als een harmonica uit elkaar. En dan staat wat dat is hiermee ook gebeurd. Ja, dit is een klein voorbeeldje. Dit is één stuk papier waar ze dit uitsnijdt. Nou, ze zei tegen mij, dat kun je toch ook? Ze zei, nou, weet je... Ik kan veel, maar... dat ziet er en na één keer al, hè? Ja. Ja, ja. Ja, dat ziet er ook erg kunstig uit. Even nog naar die andere twee items die je meegenomen hebt. Ja, kan je daar wat over vertellen? Ruud Hallema, wat ik in kunstenaars waardeer... althans de kunstenaars die zelfverzorgend zijn... is dat ze een manier hebben gevonden om hun kunst door andere mensen mooi te laten vinden. Kijk, dit vind ik gewoon mooi. Maar zij hebben op autonome manier, zonder subsidies, zijn ze erin geslaagd om dingen te maken die ze verkopen en waar ze goed van kunnen leven. Daar staat toevallig Sandra Laperre, ik weet niet of jullie die kennen, ze Zoetermeerse, die moeten jullie ook eens een keertje vragen. Ja, ik heb de koeienschilderij een keer ergens in Zoetermeer waargenomen, ik weet alleen niet meer. Ja, in een restaurant. Ik ben het even vergeten, maar die dat is een dame die het ook zelf probeert te rooien. Dat is iemand die een echte ZZP'er. Een kunstenaar hoort voor mij een echte ZZP'er te zijn die dingen maakt die andere mensen mooi vinden. Die ze zelf mooi vinden in instantie, maar andere mensen vinden het ook mooi. En dat vind ik inspirerend. Die mensen houden de eigen broek omhoog. Ligt natuurlijk nog een mooie taak, want ik heb natuurlijk wel even wat gekeken. In Zoetermeer was zeg en schrijven één... ontdekkingstocht op Vacasa. Ja. Dat zouden er natuurlijk veel meer kunnen zijn als ik je zo beluister. Ja, nou, ik heb het geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Het is kunstenaars. Ik ben zelf kunstenaar, maar misschien dat ik iets te commercieel ben. Wat doe je dan aan ik kunst? Ik schilder ook. Oké. Waarom heb je geen eigen schilderij meegenomen? Nee, daar heb ik geen tijd meer voor, joh. Nee, ik heb bij Centercor gewerkt in Leiden. En daar stampte ze een nieuw gebouw uit de grond. En ik was toen al een beetje aan het schilderen. En daar hadden ze wandversiering nodig. Ze zei van, nou, ik kan wel wat doekjes van mij ophangen. Dus ik dacht, ik ga er gelijk grote doeken maken ook. En die had ik daar opgehangen. En toen verkocht het als een tierenlier. Ja, dat is schrikken hoor. Dat mensen je werk mooi vinden. En dat ze er een hoop geld voor betalen. Nou, dat klinkt niet verkeerd. En wanneer kunnen we bij jou op workshop? Nou, wat ik doe als je kinderen hebt, lever maar een deur in van je slaapkamer van je kinderen. Dan maak ik er wat moois van. Nou, dat is dan een deal. Ja. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Ja, ik vind het erg leuk om kennis genomen te hebben van iemand die eens een keer op andere manieren omgaat met reizen en koken. Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan.